Breda Nu. Je weet het meteen. Geef mij maar. Geef mij maar PVV. Dat is beter dan VVD. Met deze tekst wist de Bredase Annemiek Ottenhoff veel reacties op te roepen in haar video. Ze is inmiddels zelfs weggepest uit haar vorige woning. Die Mark lekker even uit zijn dikke sneeg. Hij heeft een video gemaakt, die is best wel viral gegaan. Waarom heb je die video gemaakt? Omdat ik erg boos was op toch wel de Marokkaanse jongeren. Ik moet ze natuurlijk niet allemaal over één kam scheren. Ik ben er wel erg grof in geweest. Maar het is gewoon die ene ploeg met al die jonge knullen die alles verpesten. En niemand kan er wat tegen doen. Of tenminste, niemand doet er wat tegen. Laat ik het zo zeggen. En dat moet toch een keer afgelopen zijn dat zij de boel zo kunnen terroriseren en overheersen. En waar komt de gedrevenheid voor de PVV vandaan? Ik vind gewoon dat hij vreselijk goede ideeën heeft. Ik vind dat Mark Rutte het goed verschitterd heeft. En wat wilde je bereiken met de video? Niks, ik wilde gewoon mijn vrienden even laten lachen. Ik wilde er niks mee bereiken. Dat is nou eigenlijk een hele grap. En wat voor reacties heb je zoal gekregen op deze video? Een heleboel, duizenden, echt duizenden. Ook positieve reacties, een heleboel. Ook negatieve uiteraard, maar dat mag, want iedereen heeft natuurlijk zijn mening. En ze mogen dat van mij best wel onderuit halen. Daar hebben ze het recht toe, toch? Dat is wel grappig. We zijn in Holland en worden hier en we gooien die Marokkaan eruit die klieg. Geef mij maar PVV. Bent u ook bedreigd door deze video? Ja, ja, absoluut. Maar dat neem ik met een pak zout, want ik vind niet dat we daar, als we daar angst voor gaan tonen, dan zijn we verkeerd bezig. Ja, laatst liep ik door de stad, gewoon helemaal uit het niks kwamen de dieven die knullen aan en die sloegen me gewoon neer. Een klap in mijn nek en daar lag ik aan te spartelen. Dat heeft me vreselijk veel pijn gekost, aangezien ik met een gebroken ruggenwervel rondloop te huppelen. De video zelf is eigenlijk niet hard. Het is gewoon een liedje. Geef mij maar PVV is beter als VVD. Daar doe ik eigenlijk niks verkeerd bij. Het is alleen een refreintje wat ik gezongen heb. Maar toen werd ik gebeld door Radio 538 en toen ben ik wel behoorlijk tekeer gegaan. Dat is wel een feit. En heeft u daar dan spijt van of ook totaal niet? Nou, echt spijt niet. Het had alleen wel wat anders gebracht kunnen worden. Ik had wat duidelijker kunnen maken dat het bij mij specifiek om die groep jongeren gaat die de boel zo verschittert. Breda Nu. Je weet het meteen.